Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Ortho Laser Master 2 15 watt versie. Dit gaat waarschijnlijk best een lange video worden. Wat gaan we doen? Eigenlijk gaan we beginnen met iets heel normaals wat we wel vaker doen. We gaan simpelweg 3 mm timmerhout gaan we snijden. We gaan daar een tweetal objecten uitsnijden waarvan ik je aan het eind zal laten zien, of aan het eind, maar tussendoor zal laten zien wat het dan geworden is. En je moet daarbij denken aan de tjoek-tjoek trein die ik gemaakt heb. En dan niet zozeer om daar een klok van te maken, maar wat daar gebeurde was zeg maar een vorm van een klok, dus zeg maar rond. Met heel veel objecten die daar uitgesneden werden. Dus uiteindelijk wat er was, was een houten plaat met heel veel gaten als het ware erin. Die gaten tot daaraan toe. Ik zag iemand op YouTube, want daar komen de meeste van mijn ideeën vandaan, die gebruikte een andere hobby die hij had, namelijk resin art. Ofwel het werken met epoxy, wat je kleurtjes kunt meegeven en eventueel glitters kunt meegeven en fluoriseren kunt maken en noem het allemaal maar op. En gaten die dus straks in die objecten zitten, zeg maar, die open ruimtes, die gaan we opvullen met vloeibare epoxyhars. Speciale epoxyhars voor sieraden in principe, die gekleurd gaan zijn. Het gaat een eerste keer zijn, ook voor mij, geen zorg. Je weet, als je me kent, dan weet je dat ik graag on the fly werk. En dat wil zeggen dat ik niet eerst een 5 voorbereidende objecten maak voordat ik zeker weet dat ik het 100% kan. En dan de video gaan maken om mensen te laten zien van hoe geweldig ik daarin ben. Nee, juist niet. Ik ben iemand die gewoon in de allereerste poging gewoon die video maakt. Punt uit. En het werkt of het werkt niet. Kijk, of het werkt, dat is wel duidelijk. Alleen of het voor mij de eerste keer gaat werken, geen idee. Waarom gaat de video lang zijn? Omdat ik daarbij natuurlijk ook de technologie achter de resin art, achter de epoxy moet gaan uitleggen. Laten we gewoon gaan beginnen. En daar waar we mee beginnen is simpelweg het uitsnijden vanuit 3 mm timmerhout op de bekende wijze met onze laser. Dat is wat we gaan doen om te beginnen. Dit zijn dan de beide uitgesneden objecten, 3 mm timmerhout. Normaal gesproken bij mij 300 mm per minuut. Een power normaal van 75%, maar ik heb hem verhoogd naar 85%. Normaal gaat hij er doorheen in 4 loops, maar ik heb bewust gekozen voor 5, zodat ik een zo schoon mogelijke cut kreeg. En de essentie van het verhaal is nu dus dat we die open vakken die erin zitten, dat we die gaan vullen met epoxyhars in kleur. En dat is het volgende proces wat je gaat zien. Zo, lieve mensen. Even gaan zitten. We gaan ons bezighouden met de resin art. Als we met resin bezig gaan, dus met epoxy, dan zijn er een heleboel dingen die we nodig hebben. Om te beginnen heb ik de tafel afgedekt met een stuk plastic, zeg maar. Simpelweg, als epoxy uithardt, is het een hele lastig verhaal om het ergens vanaf te krijgen. Verder gaan we nodig hebben schoonmaakdoekjes voor straks als we moeten gaan schoonmaken. Ik zie al gelijk dat ik er nog wat bij ben vergeten. Dat zal ik zo meteen ook even boven halen voordat ik verder ga. Dat is namelijk, we hebben een beetje isopropanol nodig. Oftewel 99% alcohol in dit geval. Want je gaat eerst straks een bakje schoonmaken met een papieren doekje. Dan met isopropanol. En tot slot onder een warm sopje gewoon in de gootsteen. Dat is 1 wat we nodig hebben. 2 wat we nodig hebben is een sticky tape. En daar gaan we zometeen mee beginnen. Dus je gaat hem zometeen in gebruik zien. En omdat we dat nodig hebben, hebben we gelijk ook een schaar nodig om dat te gaan knippen. Dus dat is ook erg gemakkelijk. Dan hebben we natuurlijk nodig de epoxyhars. Epoxyhars bestaat altijd uit 2 delen en afhankelijk van welk merk je hebt of wat of waar, hoe je dan ook eraan komt, heb je een verschillende menghouding. En het is ongelooflijk belangrijk om je aan die menghouding te houden. En dat is ook de reden waarom ik hier ook een weegschaal heb staan. Ik weet niet of die te zien is, ik zal hem even in beeld zetten. Maar waarom we ook een weegschaal hebben staan, want het moet werkelijk, als het enigszins kan, exact kloppen.
Vervolgens wat we nodig hebben, maar dat is helemaal aan het eind. Ik zal het even laten zien. Is een heat gun. Ja. Voorkeur gaat meestal uit wat ik heb gelezen. Want voor mij is het ook de eerste keer geen zorg. Zou het eerder zo'n aansteekvlammetje moeten zijn voor een gasfornuis. Maar die heb ik op dit moment niet. Dus we gaan het doen met de heat gun. En dan gaan we daar heel voorzichtig mee overheen. En waar is dat voor? Dat is om bubbeltjes uit de epoxy te krijgen. Ongetwijfeld gaan er later straks mensen reageren die gewend zijn met epoxyhuis te werken. Die zeg maar zeggen van je kunt het beter zo doen of zo doen. Ik begrijp dat. Het is voor mij de eerste keer. Geen zorg. Desalniettemin gaan we het wel gewoon doen. Dan natuurlijk het bakje waarin we gaan mengen. En dat bakje dat ga ik aan het eind ook weer schoonmaken. Ik heb weliswaar een aantal bakjes liggen. Maar ik vind eigenlijk dat ik het met één bakje moet doen. Eerst aan de zijkant er staan hier allerlei mengwaardes op en dat soort dingen meer. Maar dat boeit me eigenlijk niet. Belangrijkste is hier op de weegschaal. Dus die gaan we straks ook gebruiken. Dan moeten we, want wat gaan we doen? We gaan de objecten die we net in de video hebben gezien vullen. Nou, de mooiste manier om dat te doen, er zijn mensen die zijn zo goed, die kunnen het erin gieten. Maar we kunnen dat natuurlijk doen met een soort van injectiespuit. Ja. En er staat op eindmaal splitsen, dus één keer voor gebruik. Nou, we gaan natuurlijk proberen dat schoon te maken aan het eind, zodat we hem vaker kunnen gebruiken. Het zou erg zonde zijn, hoe of wat. Dus die hebben we nodig. Je kunt je misschien afvragen waarom ik trouwens, want dat heb je ook zometeen zojuist gezien, dat ik een tweede gemaakt heb. Waarom heb ik dat nou gedaan? Simpele reden daarvoor is dat als je met resin aan de gang gaat, het is heel moeilijk in te schatten hoeveel je nou precies nodig hebt om hierin te doen. Ja. Ongetwijfeld ga je overhouden. En dat kan je natuurlijk weg gaan lopen gooien, dat kan je doen. Maar je kan ook kijken of je daar nog iets anders mee kan vullen. En je hebt best kans dat ik dan nog steeds overhoud. Want, zeker als het een eerste keer is, ik heb geen flauw idee van hoeveel ik nodig ga hebben. We gaan het zien. Dan wat we nodig hebben zijn kleuren. En die kun je eigenlijk overal bestellen. Deze komen simpelweg van AliExpress af. En ik heb er voldoende video's over gezien om te weten dat ze goed genoeg zijn om te gebruiken. Dat is geen probleem. Een spatel om te roeren. Dat gaat straks heel voorzichtig zijn, zullen we zien. Handschoenen, want epoxy is smerig spul. En eigenlijk ook een mondkapje. Alleen dat is voor de video wat lastig, dus deze keer doe ik het zonder. Maar normaal gesproken moet je een mondkapje dragen. Dan, een waterpas. Je zult zeggen, waterpas. Nou, je moet je voorstellen dat als je dit object gaat neerleggen en dit vol gaat gieten met resin, want resin is natuurlijk vloeibaar, niet extreem vloeibaar, maar het is vloeibaar, ja, dat als het niet waterpas ligt, is dat het er zo uitloopt. En dat betekent dat je object naar de Filistijnen gaat. Ja, betekent dat je moet proberen het zo waterpas mogelijk te krijgen, zodat je die vlakken op een nette manier kunt vullen. En daar hebben we die waterpas voor nodig. En dan tot slot, ik heb nog een tweede dienblad klaarstaan. De droogtijd van epoxyhuis is tussen de 18 en 24 uur in dit geval. En in die periode zou er stof op kunnen waaien en dat zal het eindresultaat minder mooi maken. Dus aan het eind van de rit wil ik het eigenlijk hierin laten liggen. Een tweede dienblad eroverheen, zodat we zeg maar, er blijft er nog wel die open ruimtes hier aan de zijkant over. Maar dat kan ik misschien nog wel op een andere manier dichten. Maar in elk geval krijgen we op die manier zo min mogelijk stof in en op de epoxy. En dat is wat we gaan doen. Ik ga even de alcohol halen en dan ben ik zo bij je terug als we gaan beginnen met de epoxyhuis. Zo, ik heb even de isopropanol gehaald en ik heb even alles aan de kant gezet. Want het eerste wat wij gaan doen heeft niks te maken met de epoxy, maar heeft te maken met de tape die we aan de onderkant gaan aanbrengen. Dus die tape ga ik openmaken. Dit is tape die afkomstig is van Amazon. Wat het eigenlijk is, doorzichtig behang, zeg maar. Maar wel wat zelfplakkend is, zelfklevend behang. Dus dat is wat het is. En dat gaan we gebruiken om achterop onze figuren aan te brengen. Zodat ook het resin, de epoxy, niet aan de onderkant eruit kan lopen. Dat is natuurlijk een belangrijk verhaal. Dus wat ga ik doen? Ik ga die tape losmaken. Zo.
Ga ik kijken hoeveel ik nodig heb ongeveer. Dus ongeveer tot hier. En daar kan ik ook gelijk die andere mee doen. Dus ik pak mijn schaar. En ik weet dat ik ongeveer halverwege mijn 30, hier zo, het staat een 30 in, ik weet niet of je dat zien kan. Maar dat ga ik eraf halen. Ja. Het heeft natuurlijk helemaal geen zin om dat erop te gaan plakken terwijl dit opgerold is. Zo, dat hebben we eraf. En hier zit nog een stukje tape op van hoe die dicht zat. En die ga ik eraf halen, want daar kan ik mooi het restant mee dichtmaken. En aangezien het plastic is, moet dat mogelijk zijn. Even kijken. Zo. Ik ben er altijd van om altijd de zaken weer netjes op te ruimen. Zo snel mogelijk als het kan. Om zaken netjes te houden. Zo. Dat is die tape. Die zetten we weg. En dan hebben we hier de tape waar uiteindelijk zometeen ons object op gemaakt gaat worden. Even kijken of dat een beetje kan. Ja, met gemak zoals je ziet. Dus wat ik nu ga doen, ik ga hem nog een keer knippen. Maar nu knip ik hem hier. Door midden. En dat kan ik eigenlijk heel gemakkelijk zo doen. Hoppatee. Twee delen, eentje voor het kleine hartje en eentje voor het grote object. Zo, dan gaan we eens even kijken dat we dat voor elkaar krijgen. Dat zal nog wel een aardig kluifje zijn, schat ik zo. Omdat het zo rolt, hè, dat is... Nou, ik ga dit even openmaken. Het is even een pielwerkje. Ik ben zo bij je terug. Zo, inmiddels is die bodem erop geplakt. Ik ga even een heel groot gedeelte van het overgebleven stuk eraf knippen. Want dat is natuurlijk erg plakkerig. En erg lastig als je daar straks met je handen op gaat zitten. Dus ik doe het even ruwweg uitknippen. Niet helemaal. Een beetje ruw. Jammer van het plastic wat hier natuurlijk weggaat. Dat mogen duidelijk zijn. Maar ja... Helaas gaat het niet op een andere manier. Althans, nou, misschien gaat het wel op een andere manier, maar niet voor mij. Want dit is zoals ik het heb zien doen door iemand. En dat is waar ik eigenlijk van uitga. Zo, dat is de eerste. Ons hart. Dat is zeg maar nu in orde gemaakt. En eigenlijk klaar om voorzien te worden van de resin. De achterzijde zit erop geplakt. En die moeten natuurlijk straks weer vanaf, dat mogen ook duidelijk zijn. De tweede zit er ook al op, maar die ga ik nog even bijknippen. Dat is onze vee op de maan. Noemen we maar eventjes. Zo. En ook hier is het meeste eraf nu. Ik moet zeggen, het plakt goed. Dus dat ziet er goed uit. Zo. Daarmee zijn onze gietvormen in elk geval klaargemaakt om gegoten te worden. Ik ga me even voorbereiden op de resin. En dan ben ik zo bij je terug. Zo, dan is het nu tijd voor de epoxy. Wat we het eerste gaan doen is we pakken de weegschaal. Ik doe even de figuurtjes eruit leggen. Zo. En op die weegschaal zetten we het bekertje. Heel belangrijk. Vervolgens zetten we de weegschaal aan. En we drukken op taren. En op dat moment staat die... Oh, die uit. We moeten wel goed doordrukken natuurlijk. Dan staat hij op 0. Nou, hij geeft iedere keer gelijk uit. Dat is niet de bedoeling. Nou goed.
Vervolgens pakken we de beide flessen met epoxy en die zijn genummerd. A en B. A is de epoxy zelf, B is de hardener. Dat is degene die het harder maakt. En wat ik nu ga doen, ik ga natuurlijk handschoentjes aandoen. Heel belangrijk. Handjes beschermen. Ja, het is natuurlijk lastig om nu te bepalen hoeveel er nu gemaakt moet worden. Dus ik ga beginnen met nou laten we maar zeggen, iets van 30 milliliter of zo. En milliliter is hetzelfde als grammen in dit geval. Dat betekent dat zeg maar als ik 30 milliliter wil, dan maak ik 30 gram aan. En dat is wat ik nu ga doen. Dus ik maak fles A open. Zo. En we gieten langzaam. Hier gaat het heel snel te ver. Dit is 40 milliliter. Maar goed, dan gaan we het met 40 doen. Ook goed. Nu moet ik hem op 0 zetten. Oké. En nu moet er dus 20 gram van dit bij. En dat is natuurlijk een hele tricky business. Overigens, als het eenmaal aangemaakt is, heb je 25 minuten verwerktijd. Even voor alle duidelijkheid. Nou, even kijken of die open wil, want het heeft nog niet al te veel zin. Daar komt die. Zo. Oppassen dat we niet te veel doen. Nog iets bij. Dit is duidelijk te veel. Je ziet hoe gewenning het is, want we zitten nu op 24. En dat is dus te veel. Dat betekent dat we dus eigenlijk 4 keer 2, dus 8 gram nog van de andere erbij moeten doen. En dat ga ik nu doen. En nu moet ik natuurlijk wel heel goed oppassen. Dat is 3. En dit is 8 gram. Zo, nu hebben we precies een verhouding van 2 tot 1 gegenereerd. We pakken ons stokje en we gaan langzaamaan. Ik ga nu overigens de weegschaal eruit halen. Die zetten we uit. Die halen we eruit. En nu gaan we heel langzaam roeren. Dit mag absoluut niet te snel gebeuren en het is heel belangrijk dat de zijkanten mee worden genomen. Ja, en hoe je het wendt of keert, er zullen ongetwijfeld bubbeltjes ontstaan. Maar daar is straks de heat gun weer voor. En wat we gelijk gaan doen, we gaan de eerste kleur toevoegen. Ik ga beginnen met blauw. En als je op de YouTube-kanaal kijkt, dan is het verhaal is simpelweg meer is minder. Dat wil zeggen dat je dus niet te veel erin mag doen. Ik ga dus 2 druppeltjes van deze kleur hierin doen. Zit zeker nog dicht. Oh, hij moet eerst geschud worden. Dat moet ik ook nog even, ja, maar even dichtmaken. Anders heb je het hele huis onder schudden. Dat mag ik niet vergeten. Dat was met de resin overigens niet nodig, voor alle duidelijkheid. Het kopje moet er nog af. Ik had begrepen dat het niet zou hoeven bij deze flesjes, maar dat blijkt het toch. En dan gaan we 1 of 2 druppels erin doen. 1, 2. Nou, laten we nog eentje bij doen. Zo, that's it. Het lijkt heel weinig, dat is het ook. Maar uiteindelijk zullen we zien dat de kleur, dat is een flinke die daarvan komt. En dat kun ik nu al zien. Kijk maar, dan zie je al dat die kleur behoorlijk blauw is. En dat is ook goed, want dat was ook de bedoeling natuurlijk. Als we roeren, rustig roeren, vergeet niet absoluut ook de zijkanten mee te nemen en vooral ook de bodem mee te nemen. Anders krijg je verkleuring in je resin.
En dat is gewoon niet mooi. Ja, ik begrijp dat je een mondkapje op moet, maar ik moet eerlijk zeggen, er komt eigenlijk geen geur vanaf. Ik doe er even heel rustig rondroeren. Voilà. Wat mij betreft tevredenstellend. En dan gaan we ons eerste object tevoorschijn halen. En dat gaan we aanbrengen. Nu pakken we de spuit. Die gaan we openmaken. Zodat we hem kunnen gaan gebruiken. Oké. We gaan de spuit vullen. Okidokie. En nu kunnen we openingen gaan vullen. Ik leg heel even mijn spuit aan de kant, want ik heb al het eerste vlekje gecreëerd. Ik pak gewoon even een doekje. En dep dat er vanaf. Zo. Nogmaals, het is een eerste poging ook voor mij. En we moeten natuurlijk het hele veld gevuld hebben. En dat is nog niet helemaal het geval. Dit is ook het grootste vlak van het object. Ik had overigens vooraf al gecheckt of met de waterpas dit blad waterpas is en dat is het. Dus dat is mooi. Ik pak ondertussen ook mijn tweede figuur en daar begin ik ook gelijk. Iets te maken en dit gaat goed. So far so good. We gaan ondertussen wat meer velden vullen met dat blauw. Want ik wilde eigenlijk niet meer als drie kleuren gebruiken vandaag. Ja, je snapt de bedoeling natuurlijk. Ik begin met het volgende veld. En het mooie is het natuurlijk vloeistof, dus het loopt. En als het loopt, dan heb je altijd de mogelijkheid dat het, zeg maar, de hoekjes waar het lastig is, daar loopt het uiteindelijk vanzelf in. Hier nog niet helemaal in geslaagd. Maar nu zal dat beter gaan. Oké. Ik heb nog genoeg blauw om door te gaan, zoals je ziet. Dus ik ga me met het volgende object bezighouden. Het is priegelwerk en daar ben ik niet zo goed in, maar dat geeft niks. Alles is leerbaar, dus ook priegelwerk. En je kunt natuurlijk altijd nog de bovenkant schuren.
de video stopzetten, want je snapt wat de bedoeling is. Ik ga hiermee door en als ik met deze kleur klaar ben, ben ik weer bij je terug. Ik ben inmiddels met de tweede kleur bezig, met de kleur rood. En ik zie nu al, ja, het is voor mij natuurlijk een heel lastig verhaal, want ik ben een knoeier van de eerste orde. Ik heb dit in feite ook vooral gekocht omdat mijn vrouw heel graag sieraden zou willen maken. En die kan hier mooi mee aan de gang, strakjes. Als ik hiermee klaar ben. Ik weet niet of het mooi wordt wat ik maak, you never know. Twijfelde ernstig over. Maar goed, dat geeft niks. Uiteindelijk weet je dat nooit totdat je het gemaakt hebt. En dat is dan ook wat ik doe. Het is rustgevend om te doen, maar het is ook wel, ja, het is iets wat ik niet echt goed in ben. Ik heb niet zoveel rust in mijn achterwerk. Maar mijn vrouw wel. En als die daarmee aan het spelen gaat, dan weet ik zeker dat daar leuke resultaten uitkomen. Misschien moet ik eigenlijk haar ook gewoon dit soort dingen laten doen, zoals de gegraveerde zaken. Maar ik ben gewoon even benieuwd naar het resultaat, vandaar dat ik het zelf ga doen in dit geval. En je hebt duidelijk niet heel veel resin nodig om, om iets aardigs te creëren. Even kijken, wat ga ik hier nog aan doen? Ik denk deze grote hier nog. Oké. Dat is deze kleur. Even nog een klein beetje vlindertjes doen in het hartje. Zo is het wel goed. Het rood er weer uit spuiten hier. En dan gaan we weer even schoonmaken. Ik ben zo weer bij je terug als ik me bezig ga houden met de kleur geel. Oké, ons rest de kleur geel. Dus we pakken het zouden bakje weer. Bakje weer erop. Taren zodat die op nul staat. Dan pakken we weer erom. Onze epoxy. Proberen daar echt niet zo heel veel van te gebruiken. Het is eigenlijk alweer te veel, maar ja, goed. 16 grammetjes, dus we moeten 8 grammetjes bijvoegen. Daar weer. En dan gaan we de hardener doen. 8 grammetjes daarvan. Zo. Oké. Pakken de kleur geel. Die gaan we schudden. Openmaken. Topje eraf. Zo. En dan 3 druppeltjes erin.
Cor. Kunnen we vervolgens de weegschaal uitzetten en weer aan de kant zetten. Want daar zijn we klaar mee. En dan gaan we langzaamaan de laatste kleur in orde maken. En alle overgebleven vakken daarmee vullen. Zo. En we beginnen bovenaan. Oké, gaan we hier naar beneden. Vooral de hele kleine vlakjes zijn verschrikkelijk lastig te doen, zeker voor iemand als ik. Oké. Het eindresultaat gaat u morgen pas zien.
Even kijken, volgens mij heb ik ze allemaal gehad. Er zit nog een gaatje bovenin, maar dat is om hem op te hangen. Dus dat is niet de bedoeling om die te gaan vullen. Gaan we naar ons hartje met de bloem. Oké, die is ook helemaal. Oh nee, nog eentje nog. Zeg ik eentje? Volgens mij twee. Oh nee, die had ik al gevuld. Die is nu ook gedaan. Oké. En je ziet dat je maar heel weinig nodig hebt, zeg maar, om dit trucje uit te halen met deze, op deze werkwijze. Ik denk dat als je 15 gram gebruikt, dat dat al meer dan genoeg is. Zo. Ik ga schoonmaken en zo weer bij je terug. Het laatste stukje werk betreft de heat gun. Ik zet hem alvast aan. Hij heeft twee standen. Ik zet hem in zijn laagste stand. Ik zet hem medium warm. En ga even rustig van bepaalde hoogte over de objecten heen, zodat we geen bubbeltjes krijgen. Voilà. En dat was het al. Goed zo. Die kan weer uit. Laatste actie in het geheel. Is het tweede dienblad eroverheen te zetten. Dat ga ik nu doen. En dan kan die drogen. Morgen ga je het resultaat zien. Zo, lieve mensen. Volgens de beschrijving van de epoxyhars zou de kuurtijd, de tijd die je moet wachten, tussen de 12 en 18 uur zijn. Vermoedelijk omdat er hier in de serre, en ik heb het consequent hier in de serre staan gehad, dat iets koeler is dan de geadviseerde 20 graden, is die kuurtijd iets langer. En het is ook nog niet helemaal uitgekuurd, maar het is ver genoeg uitgekuurd om inmiddels de tape te kunnen verwijderen. En ik ga dat eerst met het kleinste object doen. En dan kunnen we in elk geval het eindresultaat zien. Nou, ik ben slordig geweest. Dat laat ik al gelijk op vooraf wegnemen. Als je goed kijkt kun je dat ook zien. Je ziet hier als het ware een spil overheen. Desalniettemin is het toch heel erg fraai. Dus wat ik ga doen, ik ga de tape eraf halen. Even kijken of dat op een makkelijke manier gaat. Ik draai hem om. En langzaam de tape eraf pellen. Oppassen bij de epoxy, dat je dat natuurlijk niet uit zijn gaten trekt. Dus het is rustig verwijderen.
kan ik nu alvast zeggen dat het er toch wel heel fraai uitziet. Ondanks wat een spilling. Zo, dit is de eerste. Voilà. Ik ga eventjes zometeen dat laten zien, ook in licht. Maar dat doe ik zometeen als ik de andere ook gedaan heb. Dus ik ga de andere ook verwijderen. Ik zet even de camera daarbij uit. En zo ben je terug. Ook de tweede is er nu af. Nou, daar is er eentje die niet helemaal goed gegaan is. Volgens mij. Maar het resultaat is verbluffend. En ik ga je dat even tegen het licht laten zien. Dit is de eerste, het hartje. En ik kan niet anders zeggen, het is fantastisch mooi geworden qua kleuren. En dan komt de andere, de vee. Even zo brengen dat hij helemaal zichtbaar is. Ja, wat kan ik zeggen? Een eerste poging. En ja, het had beter gekund. Absoluut. Maar desalniettemin ben ik absoluut niet ontevreden met dat wat ik hier gecreëerd heb. En ik hoop dat je dat met mij eens bent. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot een volgende keer. Dag.